Plumke tegen Flits, eindstand 1-7. Ja, Jeroen Rengeling, dit was de ene laatste wedstrijd, volgende week tegen Ulft. Jullie stonden onderaan, jullie staan er steeds onderaan. Ja, je hoopt dan maar, voor Flits zat er eigenlijk niks meer in. Hè. Ze konden niet degraderen of kampioen worden. Nee. Hoop je maar op een goede uitslag en dan nog een knaller tegen Ulft. En dan hadden jullie eventueel nog kunnen handhaven. Ja, het had gekund. Maar dan moesten we vandaag minimaal 4-4 spelen. En beter eigenlijk nog 5-3 winnen. Plus dat we nog af moesten wachten wat Ulft en Veluwe zou maken. Dus gezien onze team samenstelling de laatste weken zagen we er al, hadden we een beetje zwaar hoofd in. Het begon heel goed, hè? Heer en dubbel, gelijk 1-0. Ja, dat begon zeker goed. Ja, ze waren natuurlijk invaller Pieter. En Pieter, ik kom uit team 2, maar wordt steeds beter. Hij heeft gewoon super gespeeld. Want vorige keer de dubbel hebben we verloren van hun. En dat heeft hij heel netjes gedaan. Ja, ja, Pieter Schreurs, hè, om even duidelijk te zijn. Pieter Schreurs, Nico Nelis en jezelf, Jeroen Rengeling. Ja. En bij de dames Vera en Judith Prinsen. Ja, en Vera helaas geblesseerd aan haar enkel. Terwijl ze die tweede set kwam ze het heel goed terug in haar partij. Won ze geloof ik 21-19. Ja. Maar ja, toen ging ze door haar enkel heen. Ja, nou, dat is... Houdt niet op. Het houdt niet op, nee. Nee, dat is, kun je niet beschrijven. Dan zit je aan de kant en dan zie je Vera zonder schoen op de grond zitten. Dan denk je, niet weer. Niet nog eentje. Maar het was toch zo. En daar kun je al niet mixen. Dan heb je die punt. Vorige keer hebben we de mix gewonnen. Dat was onze winnende punt. Vorige keer in ieder geval vorige keer was 6-2 geloof ik. De tweede punt. Maar dat lukt dan ook niet. Dus dan denk je van, het is helemaal gebeurd. En toen? Ja, toen zochten we een invaller en was mijn moeder in de zaal. En dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb ook met mijn moeder gespeeld. Nou, dat is toch heel bijzonder. Ik denk niet dat je dat nog al eerder gedaan hebt in jouw lange competitieleven hier met je moeder een mixpartij spelen in Plumke 1. Nee, dat is echt heel bijzonder. Ja, mijn moeder speelt dit jaar ook geen competitie en af en toe valt ze in. En dat was toevallig, had ze vandaag ook in het tweede team ingevallen. En had ze spul bij zich. En we hadden niemand anders wie in kon vallen. Het tweede was al naar huis. Het tweede was al naar huis. En heel fijn dat ze dat wilden doen. Ja. En het was leuk. Ja. Heel bijzonder om dit te doen, denk ik. Maar ja, de eindconclusie is denk ik 1-7. Het doek is gevallen. Ja, het doek is zeker gevallen. Ja. Wat de anderen ook doen, dit halen we gewoon niet meer in. Kijk, maar als UBC, stel ze spelen 7-1. Dan moeten we volgende keer 5 punten meer halen dan hun. Dus dan moeten we van UBC winnen met 7-1. Dat is de enige optie. Nou, dat is gewoon niet reëel met nu de blessures die we hebben. Maar jullie hebben al eerder dergelijke stunts uitgehaald, weet ik nog, in het verleden. Maar dit gaat het niet meer worden. Nee, dit wordt onmogelijk. We gaan er natuurlijk voor, maar dit is niet te doen, denk ik. Maar goed, volgend seizoen, dan praten we over september, beginnen jullie gewoon weer opnieuw. Ja. Met wellicht andere mensen. We weten natuurlijk niet hoe dan de teamsamenstelling zal zijn. Maar jij bent er in ieder geval bij. Ja, ik ben er zeker bij. Ja. Okay. Ja. Dan spreken we elkaar weer in september bij het begin van de nieuwe competitie. Dankjewel. Okay. Dankjewel, Jeroen. Okay.